Ai, ai, ai. Jongens, wij komen thuis en we... Oh. Wij zitten weer Oh, in de auto. Gio zwaait niet naar zijn fans. Oh, ik heb het ook een keer bij mijn ouders in huis gehad. Oh, onder de sorry. Goedemorgen. Eigenlijk helemaal geen goedemorgen, jongens. We worden wakker in een cel. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik ben hier lekker wakker geworden in de cel vandaag met gewoon een ontzettend mooie dame. Zo, het kan niet beter. Ik wist niet dat het celleven zo geweldig was. Hallo. Goedemorgen. Ik denk dat ik maar gewoon een misdaad ga plegen of zo. Ja, is goed. Ik zit hier nog wel even. Ja? Ik vind het wel prima. Zo zou ik wel heel mijn leven kunnen zitten, denk ik. Nee, jongens en meiden, een hele goede morgen nogmaals en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Lynn en ik zijn gisteren helemaal naar Leeuwarden gereden om dus hier in een cel te slapen. Kijk eens aan, ja. He, je zou maar vrijwillig jezelf opsluiten achter de tralies om dus in een cel te slapen. Maar mij leek het in ieder geval super leuk. Klinkt heel gek, maar ik vond het een best een leuke ervaring. Ondanks dat ik niet geweldig geslapen heb. Want de matrasjes en alles zijn natuurlijk echt zo goedkoop als dat het maar kan. Gewoon van die simpele plastic matrassen. Maar het was best gezellig, toch? Het was gezellig, maar ik heb echt heel slecht geslapen. Ja. Het deed gewoon pijn. Ik heb ook spierpijn in mijn nek. Echt? Ja. Oh, schatje toch. Wat me ook dus echt opvalt, het is echt de meest simpele inrichting die je kan hebben. Gewoon een prullenbak. Gewoon de meest goedkope prullenbak die je kan hebben met een zakje erin. De bedden natuurlijk. Een nachtkastje. Hier een hele skirre simpele stoel. En daar blijft het eigenlijk gewoon bij. Maar dat geeft natuurlijk juist wel die ervaring van het echte celleven, denk ik. Ik sta in de lift. En ik ga even de auto alvast halen, jongens. Want dan hoeven we niet te showen met alle spullen die we in onze cel hebben staan. Ik ben daar, jongens, in de parkeergarage. We renden net een jongetje voorbij. En die zegt, hey, dat is Glenn Fontein, dat is Glenn Fontein. Ik denk, what the fuck? Nee, dat ben ik niet. Boy, yo. Oh. Oké. Alsjeblieft, ik ben gewoon Gio. Ik ben geen Glenn Fontein. Want ik ben nog nooit herkend als Glenn Fontein. Het komt sowieso vrij weinig. Nou ja, soms word ik wel eens verward met Enzo. Dan zeggen mensen, hé, hey, je bent toch Enzo Knol? Ben ik ook niet. Maar nu, Glenn Fontein. Wat? Oké. Deze heb ik helemaal nooit eerder gehoord. Ik hoop ook de eerste en de laatste keer. Ik wil gewoon Gio genoemd worden. Dat is goed. We zijn er weer. Oké, we gaan proberen te ontsnappen, ja? Jij drukt op de knop. Oké, maar tijdens het ontsnappen wil jij dan deze zware tas pakken? Jij drukt op de knop en jij drukt de deur open, oké? Okay? Oh, ho. Hij gaat niet open. Niet? Nee. Huh? Nee? Nee. Huh? Ja. Heb je sleuteltjes allebei? Ik heb de sleuteltjes allebei. Zeker. Kijk, we zijn er weer midden op de celblokken. Ja, leuk jongens. Echt een leuke ervaring om dit toch even gedaan te hebben. We gaan even netjes uitchecken en dan even de spullen dus in de auto zetten, want die staat hier voor. Maar ja, echt leuk om dit zo gezien te hebben. Toch een aparte ervaring. Spullen liggen weer mooi in de auto. Lynn is even aan het bellen met mijn opa. Ik weet niet waar het over gaat, maar waarschijnlijk is dat omdat ik mijn telefoon niet opneem. Nou, daar zaten wij net in opgesloten jongens. Kijk, die tralies die je daar ziet. En volgens mij was het deze kamer. Maar we zijn gelukkig ontsnapt. Daar staat het jongens. Onsjin! Zeg je dat zo? Onjin! Het was toch ook Oetmoen? Dat zei Piet Poudersma altijd. Die is gewoon overleden. Oetmoen. Oh ja. Ja. Dat vind ik echt raar om over na te denken. Dat Piet Poudersma overleden is. Weet je wat ik raar vond? Nou? Toen die Peter R. de Vries wat doodgeschoten. Hoe zou het zeggen dat grappig? Peter R. de Vries. Hoe moet ik het dan zeggen? Peter R. de Vries. Peter R. Jij legt de klem van anders. Peter R. de Vries. Nee, ja, klopt. Dat waren ook dat vond echt, ik echt zo raar. Nare dingen om over na te denken, inderdaad, jongens. Maar ja, Piet Poudersma was echt een Vries. Tuurlijk. Ja. Omhoen! Nou, we zijn weer lekker op de straat in Leeuwarden. Ja. Wij gaan even lekker ontbijten. We zitten bij de Bagels & Beans hier in Leeuwarden. Maar kijk, deze kaart. Wacht, doe eens dicht. Let op. De menukaart. Wat? Er komen allemaal vogelgeluidjes gewoon uit. Lachen. Best leuk gedaan. Ik schrok ook echt. Maar we gaan even lekker een bagel nemen. Daar heb ik echt heel veel trek in. Heerlijk. Ik had zin in een eitje, jongens. Met een beetje gezond avocado. En jij gaat voor de carpaccio. Maar we gaan hem delen, toch? Wat een verrassende keuze. Je wilt de helft. Als het kan. Dan mag. Ja? Mag dat? Ja, dan mag. Oké, lekker. Kijk het dan, jongens. Parkeren, €1,70. Dit is zo top. Jongens, ik hou van Leeuwarden. Het kost geen drol hier om te parkeren.
Echt helemaal geweldig. Oh. Wij zitten weer in de auto. Oh, zie je, zwaait niet naar zijn fan. Nou, ik zag hem toch niet. Ik zag, ja, jij zwaaide wel, maar ik zag hem niet. Maar ja, jongens, we zitten weer mooi in de auto hier in het o zo mooie Leeuwarden. En mijn raam is los. Kijk, mijn raam is los. Je kan hier ook hier de plak op rijden. Wat zijn dit voor uitspraken? Heb je je raam los, zegt Linda tegen mij. Ik zeg, hé, wat zeg jij natuurlijk nou? Natuurlijk weet ik dat het open is, maar wij zeggen soms gewoon los. Hé, hey, tot maandag, zit daar ook. Ja, dat is het bedrijf waar Jelle en Rick werken. Dat zit daar inderdaad. Kijk, dat grote gebouw. En hier links hebben we station Leeuwarden. Nou, jongens, heel leuk, hè? Dat vind ik zo niet enthousiast. Wat? Kijk, het is station Leeuwarden. Nee, ik vind het even leuk om hier doorheen te rijden. We zijn hier nog nooit geweest, dus maar... Leeuwarden is toch mijn beste grote stad in het noorden van het land, weet je? Ja, en het deel waar we net liepen, de stad, was wel echt stad-stad. Met winkels en... Ja, het is best een leuke plekje, moet ik zeggen. En we gaan dus even langs iets rijden. Want ik vroeg net bij het hotel van... Oké, wat is dan zeg maar nog echt iets wat we moeten zien hier in Leeuwarden? En toen zei hij, dat is de Oldehoven. En de Oldehoven is een scheef van... Wow! Ja, oké, hij hangt wel echt scheef. Hij hangt wel echt scheef, ja. Zien we dat? Goed op beeld. Kijk. Zie je hoe scheef die toren staat? Ja, die moesten we gezien hebben, zei hij. Oké, ja, die is best wel scheef inderdaad. Maar kan je daar ook in dan of iets? Volgens mij niet. Het is een beetje eigenlijk de Toren van Pisa dus, maar dan de Nederlandse versie. Daar ben jij ook nog nooit geweest, de Toren van Pisa, want jij bent nog nooit in Italië geweest. Nee, Italië trok mij nooit. Terwijl sinds TikTok in het leven is geroepen, zie ik alleen maar mooie films van Italië. Ja, Italië is ook echt fantastisch. Ja. Wij zijn dus uitgestapt, jongens. Ik wilde toch even kijken. Oh, er werd getoeterd naar ons. Ja, hij is wel echt schuin. Goeiedag zeg, hoe is dat gekomen joh? Ik voel me nu echt zo'n toerist in eigen land, heb je dat ook? Ja, maar in feite, het is niet zo gebouwd, neem ik aan toch? Nee, ik neem aan dat het niet scheef gebouwd is inderdaad. Dat is wel grappig, want voor heel veel mensen die hier vandaan komen is dit waarschijnlijk heel normaal om te zien. Maar voor ons is dit bijzonder. Ja. Bijzonder. Dikke naad. Dat is jouw humor, hè? Ja, vind jij mooi. Dat vind ik wel mooi. Kijk dan jongens, hij is echt lijpscheef. Ja, ik weet niet of je dat echt lekker op camera ziet, maar... Ja, wij zien het wel echt. Op mijn telefoon zie je het ook hoor. Ja? Wel? Ja. Lin speelt ook lekker het toeristje. Ja, nee, maar hoe is dit gebeurd inderdaad? Ben ik wel benieuwd naar. Het is gewoon waarschijnlijk dat het verzakken van de grond of iets. Nou, echt wel een leuk stadje om ook een beetje doorheen te rijden. Kijk, dit is dus ook... Het doet me een beetje denken aan Amsterdam, moet ik zeggen. Maar ook een beetje Haarlem. Toch? Dat zei jij gisteren. Dat doet je een beetje denken aan Haarlem, deze steegjes en dingen. Ja, dat zei ik gisteren inderdaad. Ja. Precies op Haarlem. Tik. Mooi. We zitten weer op de snelweg, jongens. En het is, zoals je kan zien, weer 2 uur en 8 minuten rijden. En we dachten, nou, we hebben wel een leuk deel gezien van Leeuwarden in ieder geval. Eigenlijk zeiden ze dus ook dat die blokpoort waar we dus waren, of de gevangenis, ook wel echt een van de gekste dingen daarvan was. Maar we zitten weer echt midden in de polders. We zeiden het net ook al. Je rijdt gelijk weer echt vol de polders in hier in Friesland. En alleen gewoon één zo'n weg er doorheen, plus een treinbaan hier daarnaast. Kun je die zien? Ja, die kan je zien volgens mij. Wij hadden het dus inderdaad net over de Toren van Pisa. En we laten nu even een plaatje in beeld zien. Hier zie je dus ongeveer dat inderdaad de Oldehoven Toren die wij net gezien hebben vergelijkbaar is met... De Toren van Pisa. Nee, dat heb je even opgezocht net. Die Oldehoven is 4,2 graden. Ja. En de Toren van Pisa 3,9 graden. Dus maar de Toren van Pisa is wel 55 meter en die andere 40 meter. Ja, precies. Hier staat, de Toren van Pisa was lange tijd de scheefste toren van Europa, maar dat is niet meer. Hij is rechter gezet om te voorkomen dat hij om zou vallen. Oh, wow. Dat wist ik niet. Maar dat heeft toch allemaal met verzakkende grond te maken dan, neem ik aan? Ja, ja, ik las net iets van deze toren met een storm of zo. Dat het grond verzakt was. Ja, toch zoiets inderdaad. Zoiets, ja. Nou, toch weer wat geleerd over Nederland, jongens. Ik wist niet dat wij zo'n toren in dit land hadden ook. Wow, jongens, ik zet net mijn ruitenwisser aan. Let op. Wat de ruitenwisser is? Kijk. Komt ie? Oh, dat is mijn pikkel. Er zit een kaartje op, zie je hem? Ik ga even kijken wat het is. Het reclame waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. En? Dit is zo slim, hè. Wij staan echt misschien een uur in die parkeergarage daar. Voor al je gepersonaliseerde items, indruk, designs. Nou, jongen, je hebt je reclame gekregen. Ik weet niet wat het is. Heb jij een idee? Wij werken dit graag voor je uit. Nou, misschien. Misschien is het wel iets handigs, hé. Misschien kunnen we het wel gebruiken, toch? Ja, wie weet ooit. Ik ga het zo even checken. Ai, ai, ai. Jongens, wij komen thuis en we... Ik heb me even omgekleed en Lin roept ineens naar me. Er zit een hele mierenplaag in huis. Kut. We hebben dus overal... Ja, nu... We hebben dus
Het klinkt misschien heel stom, maar we hebben ze allemaal even een beetje dood moeten maken natuurlijk. Ik haat het echt om dieren zo dood te maken, maar dit zijn mieren. En die moet je echt niet in je huis hebben. Want het is echt verschrikkelijk. Het is nu een beetje een slagveld hier aan het worden. Maar er zaten overal mieren. Ik weet niet waar ze op afgekomen zijn. Kijk, al deze zwarte dingen. Ja, we hebben even de prullenbak maar verschoond. En alles. Oh, ik heb het ook een keer bij mijn ouders in huis gehad. Oh, onder de kant. Ja, sorry, ik vind het echt niet meer leuk. Zijn het er zoveel? Oké, ja, het zijn er echt alleen maar mieren. Maar we moeten voorkomen, Gio, dat ze nog verder naar huis komen. Ja, ik denk dat een oplossing is van die mierendoosjes hebben sowieso. Ja, dit is echt kut. Ik haat het echt om insectjes en zo en altijd om beesten te vermoorden. Spinnen ook, die redt ze altijd het huis uit. Maar ja, een mierenplaag in huis is echt verschrikkelijk. En die moet je gewoon bestrijden inderdaad. Dus ik ga even naar de kruidvat. Ga ik even de mierenspray halen. En even kijken wat er nog meer daar te halen valt. Want dit is echt kut. Antimierenpoeder, mierenlokdoosje en tegen mierenpoeder. Jongens, ik ben echt een moordenaar. Maar ja, dit moet. Nou, daar zijn we weer. Terug thuis. En hoe is het ermee? Heb je nog een beetje gemapt of? Nee, niet meer. Maar? Kijk, al het zoete hebben we naar buiten gehaald. We denken dus misschien dat het, ja, of uit deze prullenbak dat het... Maar dat is gek, want het heeft er ook niet te lang in gezeten. Nee, maar nee, één dag. Maar het is ook niet uit de prullenbak, hè. Het komt gewoon van buiten naar binnen. Maar die jongen, ze moeten... de kattenbak misschien. Dat zijn die jongen van de... Ja, maar de kattenbak is gewoon clean, dus dat is ook... gek. Oh, ik schuif die kattenbak aan de kant en check. Wacht. Link, kom eens. Nee, ik heb het al gezien. Ja, dat is echt heel veel nog hier onder ook. Ja, ik weet het. Kijk, in principe zijn er 10 keer ergere plagen, zoals een kakkelakke plagen en dat soort shit natuurlijk. Maar gelukkig is dat het niet, dus mieren valt op zich nog mee. Maar het is gewoon een beetje smerig. Ik ga de kattenbak dus heel even naar buiten zetten. We hebben sowieso even alles buiten staan. Kijk wat er onder tevoorschijn komt, let op. Oeh. Ja, je ziet het op camera niet zo goed. Oké, dit gaat allemaal in ieder geval even naar buiten toe. Nou ja, het zijn ook minuscule beestjes natuurlijk. Misschien onder de mat? Ja. Oh. De mat moet wel weg. Godverdamme. Heel snel weg. Ja, deze moet weg. Ja, ik ga nu strooien. Poekie moet maar even aan de kant. Poekie weg. Poekie. Ik heb iets leuks voor jou. Ik ga het gewoon overal opdoen. Ja, doe maar. Zo, Lynn is lekker aan het strooien. Ja. Gaat het zo snel? Gaan ze gelijk dood dan inderdaad? Ja. Wow, dat is echt ziek spul. Ik dwijn het straks wel, maar... Dat is echt ziek spul voor die beesten. Is het heel gek dat ik me dan nu schuldig voel? Dat is echt stom. Ik heb dan medelijden met die miertjes. Op de een of andere manier. Maar ja, het is gewoon echt super nasty natuurlijk. Oké, strooien. Oh, ik heb ook allemaal dingen. Zo, Ling gaat ervoor. Heb je geen medelijden op zo nu? Nee. Nee? Ja, sorry, maar ik vind dit vind ik gewoon echt vies. Ja, dat snap ik. Ik weet niet waarom ik medelijden hiermee heb ofzo. Nou, alle katten zijn in ieder geval even weg, jongens. Die hebben we even in de studio gezet, zodat ze ook niet... Ik weet niet of het schadelijk is, hoor, dit spul. Ja, sowieso. Dat is gewoon vergif. Ja, daarom. Dus die zijn even weg. Dan moeten we straks hier maar heel goed schoonmaken. Ja, dit moet helemaal goed wel worden. Ik denk even ook de katten misschien hier een dag niet laten komen. Nee. En de kattenbak en alles even naar een andere plek toe zetten, zodat ze daar gewoon kunnen chillen. Nou ja, zodat dit zo snel mogelijk opgelost is in ieder geval. Het is echt inderdaad puur vergif. Oh, hier ziet ze nog een paar lopen, maar als hij het opsniffelt, dan is hij ook aan zijn einde. Je kijkt ook voor je eigen longen, hè? Dat staat er ook op. Oh. Ja, echt. Nou, lekker gedaan, schat. Moordenaar. Heb je een hele potje leeggeschooid of zo? Ja, hij is leeg. We hebben de tweede oplossing. Dat is hier een mierenlokdoosje neergezet. Kijk, die gaat er dan als het goed is ook in. Zo, de stofzuiger is doorheen gehaald. Alles is weer helemaal schoon. We zien geen mieren meer, dus het moet nu, als het goed is, opgelost zijn. Kijk, ze zijn natuurlijk echt heel klein, dus je ziet ze... Ja, er zullen vast nog een paar tevoorschijn komen. En jij bent nu nog even lekker alles aan het dweilen hier. Ja. Het is wel echt een handige dwel dat, hè, dat ding. Ja, dit is echt heel chill. Kijk, je hebt dus een knopje op die dwel en dan komt er via dat busje wat erop zit, komt er gelijk zeg maar het spul eruit wat je nodig hebt om te dweilen. Laat hem eens horen, hoe klinkt dat? Ja, zie je, dan spreekt hij het op de grond. Ja. Echt heel handig. Ja.
Ja. Alle problemen zijn opgelost, dus het is tijd voor een lekker koffietje buiten, jongens. En ik heb net te horen gekregen, dat is wel super fijn, dat de verwarming van het zwembad vandaag is aangesloten. Dus die doet het gewoon. Het zwembad wordt vanaf vandaag wordt die verwarmd. Super chill. Nou ja, we kunnen er nog niet in natuurlijk, want er ligt nog een zaal over. En wat ook heel goed nieuws is, ze hebben dus het terras wat geplaatst gaat worden vervroegd. Dus daar gaan ze aankomende vrijdag al mee beginnen. Het was er eigenlijk pas volgende week ergens in het midden mee zouden beginnen. Dus het is echt een aantal dagen vervroegd. Dus dat betekent ook dat het echt gewoon, denk ik, binnen een week helemaal af is en klaar. En dat we echt lekker kunnen zwemmen. Want dan is het zwembad dus ook mooi op temperatuur natuurlijk, omdat hij dan al verwarmd wordt. Dus dat is helemaal top. Dan kunnen we de tuin zetten die hier staat lekker op zijn plek zetten. Waar ik eventjes gebruik van ga maken. Dat was geen goed Nederlands volgens mij. Zo jongens, echt wat een avontuur trouwens. Ik vind het wel super leuk dat ik het allemaal aan jullie heb kunnen laten zien over hoe het allemaal gegaan is met het zwembad hier. Met het over het huis tillen. Ik zou echt een keer die vlog moeten kijken als je dat niet gezien hebt. Maar gewoon alles. En dat het straks het resultaat gewoon helemaal klaar is. Ook al moet dit ook nog allemaal veranderd worden natuurlijk. Zoals het gras en alles. Maar ja, dat komt allemaal daarna nog. En dan is het pas echt klaar. Dus vandaar even lekker een bakje koffie. En genieten van de fluitende vogeltjes die je hoort. Wat ook wel echt nice is, die boom die je daar ziet staan, daar heb ik het natuurlijk over gehad met jullie, dat die misschien weg zou moeten. Maar die is dus helemaal niet erg. Dus die is gewoon prima. Die houdt ook niet per se de zon tegen. Dus ja, misschien 2 uurtjes van de dag dat hij hem wel tegenhoudt. Maar voor de rest is die, ja, gewoon super mooi. Dus het zou echt zonde zijn als die weg zou moeten. Dus die blijft gewoon lekker hier staan. Wajo! Hoor eens even. Hoor eens even. Jongens, het loopt. Het werkt. De stoppen staan ook omhoog. Kijk eens even. Het werkt. Allemaal. Er staan nu 16 graden. Daar rechtsbovenin. Is dat misschien de graden... Nou, ik denk dat het de buitentemperatuur is. Want volgens mij is het rond 16 graden nu. Kan ook de watertemperatuur zijn, maar dat denk ik nog niet. Maar zo te zien doet alles het wel. Dus dat is goed nieuws. Dat is heel erg fijn om te zien. Zo ziet het er ook wel mooi uit trouwens, hè, met die tuinset. Kijk hoe mooi die nieuwe tuinset kleurt bij het huis. Echt perfect. De kleur gekozen, al zeg ik het zelf. Echt heel nice. Zo wordt het echt een beetje dat wellnessgevoel buiten, denk ik. Lin is lekker het eten aan het bereiden. En vanavond gaan we zelfgemaakte lasagne eten. En ik moet zeggen, dat is wel echt een van mijn favoriete dingen van jou. Die is zo lekker. Het is zoveel werk. Ik ben echt al 3 kwartier bezig geweest met snijden. Ja, maar het is wel echt zo ontzettend lekker. Ja, dan wel. Als mensen tips hebben om wortel snel te snijden... Laat het even achter. Ja, is het zo erg? Ja, het is echt een hel. Het is wortel super hard, dus je moet het super veel kracht zetten. Maar je ziet hoe klein het is. Ja, je moet het heel super klein. Fijn snijden, dus het duurt super lang. Oh, maar die past, of ja, die lasagne van Lins heeft hem 1 keer eerder geweest. Ja, 1 keertje maar volgens mij, hè? 2 keer. Oh, 2 keer. Ja. Zo, die was zo ontzettend lekker, dus ik kan niet wachten. Hij is klaar hoor, de lasagne. Kijk eens hoe lekker die eruit ziet. Woe! Lekker! Ik denk dat we dit helemaal op gaan krijgen. Of is dat wel heel enthousiast? Nee. Nee? Nee. Ja, het is zo lekker, maar dat kan ook. Ja, ik heb ook gewoon heel veel honger nu natuurlijk. Dus dat is ook altijd. Als je dan naar de supermarkt gaat en je hebt heel veel honger, dan neem je veel te veel mee. Oh, hij ruikt ook lekker. Het heeft wel echt, ja, 2 uur geduurd of zo. Ja. Niet normaal, hè? Het duurt wel lang. Maar dan heb je ook wel echt iets. Ja. Trouwens, dit hele recept staat volgens mij gewoon online. Dit was onze eerste kookvideo samen. Ja. Die staat op YouTube. Ja. Ik zal de video even in beeld editen anders. Dat is de video, dus als je wil kijken hoe je dit maakt. Ik ga ook kijken. Kijk hoe we toen tegen elkaar deden. Oh, het is zo... Kijk, toen was het zo dat Gio me meehield. Maar nu is het zo, ik heb Gio 2 uur niet gezien en lag op de bank en ik zonde. Oh nee, ik ben wel even een paar keer bezig kijken toch? Even gewoon een beetje knuffeltjes, kusjes en zo, weet dat je. Dat wel, maar ik kwam eigenlijk om een snoepje uit de snoepel. Ja, dat is wel waar. We liggen lekker op de bank. We hebben net even de Champions League gekeken. Heerlijk, jongens. Ik was niet per se voor Real Madrid, maar het was wel een supermooie wedstrijd, moet ik zeggen. Maar we hadden net natuurlijk tijdens het eten erover van... dat ik toen nog helemaal de moeite deed om bij jou te zitten... en lekker tijdens het eten naar jou aan het kijken was en alles. Ja. Maar jij zei, wat zei je nou vanmiddag? Ik weet niet meer wat het was. Je zat echt vieze scheet te laten en even te kijken. Ik zeg tegen Gio, ik wist nog wel de tijd dat je gewoon alleen maar knap deed. En alleen maar smooth deed. En gewoon... Dat ik mijn best deed om er goed uit te zien. Ja. Oh. Nee, ja, die is er nog steeds wel hoor. Maar dat is een goed teken. Wat? Dat ik nu mijn gemak voel bij ja? je? Ja. Als je dit allemaal van me had geweten.
Had je dit me dan wel leuk gevonden? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, was dat een rare vraag. Tuurlijk. Ja, dat ruikt toch best goed soms? Dat niet. Nee, dat niet. Sniff! Kijk hem eens. Hallo, kind. Hey. Zo! Wow, die is wel heel fel. Jongens, dit was de vlog van vandaag. Morgen om half zes komt er weer een nieuwe vlog online. Ik hoop jullie allemaal er weer te zien. Maar wij gaan lekker slapen. En er schijnt een keivel een zaklamp in mijn gezicht. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen bij weer een nieuwe vlog. En dan zeg ik later!